Yo, kijkers van Wesseker, welkom bij een nieuwe serie op mijn kanaal. Leuk dat je kijkt trouwens. Mijn naam is Leon en ik ga jullie in deze serie wat meer laten zien van mappen die op Planet Minecraft te vinden zijn, die je zelf ook kan downloaden. Linkje staat natuurlijk in de beschrijving en druk alvast eventjes op dat duimpje omhoog als je daar toch aan het kijken bent. Ik heb deze map gevonden op Planet Minecraft en ik vond hem er heel gruwelijk uitzien. Het is een soort van eiland, zeg maar. Ik kan eerst denk ik alles laten zien. Maar op dit eiland staan heel veel bouwwerken. Dit is trouwens Amman. Dit zou een eiland moeten zijn waar een bevolking zou hebben gewoond die het zichzelf zo goed en utopiaans rijk zou kunnen opstichten dat ze dat ook hebben gedaan. En zoals je hier ziet, het is een kleine waterbol. Hier, dit is een soort van dek of zo. Ik weet niet wat het is, maar je ziet hier echt een glazen bol. En wauw, moet je eens kijken. Je kan hier de brug over. Hier kunnen we wel zien. Je hebt zeg maar een kleinere laag met allemaal gras en tuin. En het ziet er wel heel vet uit. En deze spiked builds. Ik weet niet waarom die heeft gemaakt. Maar dit vind ik er wel vet uitzien zo met die zeilen. Dit kunnen we eventueel nog een keer meenemen in onze builds. Hey, ja. Want trouwens, als je hier nou toch naar gaat kijken. Misschien dat je zelf wel iets van inspiratie eruit kan vinden. Maar zoals je ziet, een kleine haven. En dit is ook heel leuk trouwens om zelf te doen. Een beetje van die schuine plateaus te maken. En dan zo dat bij elkaar komt op een goede kader met allemaal handelswaren. En voilà, dan kom je hier op een soort van marktplein. Maar goed, zoals je hier komt, je komt hier in een wat, wat meer in de ringen. En ja, ik weet niet wat dit voor moet stellen, maar het ziet er ook wel heel amazing uit. Zo met die watervallen moet je kijken. Dit is het zeeniveau. En dat gaat hier naar beneden, komt het in een waterbak. Holy shit. Oké, we gaan de brug volgen, jongens. Want anders raken we te veel van het padje af. Nou, je komt hier op een soort van tussenstuk, was dit volgens mij. En dit ziet er wel goed uit, man. Moet je kijken. Dit is één grote toren. Met bomen erop. En dan hier deze pilaren. Het ziet er echt amazing uit. Dit lijkt wel een soort van klein paleis of zo. Wat een utopia. En al die landen met tuin. Je zou je maar de hele dag moeten rondlopen. En lekkere graan gaan verbouwen. Maar het ziet er wel leuk uit. Het heeft een beetje een Aziatische sfeer, maar ook wel een beetje een combinatie van Indiaans lijkt het wel. Ik vind dit een beetje van die Indiaanse gebouwen. Of daken. En ja, dat is altijd zo met dat bol, bol, bol en punt, vind ik. Maar goed, het kan ook anders zijn. Nou, je ziet ook allemaal tekens in de vloer. Het ziet er echt amazing uit. En vervolgens komen wij, als we de brug weer verder volgen, komen op het paleis lijkt het wel. Volgens mij, moeten we even kijken. Ja, dit zou echt de voorkant moeten zijn, omdat hier zo de schuine entree in zit. Maar holy shit, jongens. Moet je zien. Kijk dit. Wauw. Hebben ze dit ook ingericht? Dat zou dan even de vraag zijn, want het is echt wel klote werk. Kunnen we even kijken. Hier zit de ingang, denk ik. We mogen dit wel even slopen, toch? Ja, dat kan gewoon. Nee, er zit geen inrichting in. Dat dacht ik al. Nee, het is helemaal kaal. Of hier misschien. Zit hier inrichting? Nee, het is niet ingericht. Maar dit van de buitenkant, jongens. Holy shit, je zou dit maar op Kingdom hebben staan. Dit met die blauwe daken doet me een beetje denken aan een wat meer elfensfeer. Maar hieronder, dit dorpje, ja, ik vind het wel echt heel sick. Even zien, is het hier ergens een poort waar we naar binnen kunnen in het stadje? Ik denk het niet. Ja, ik vlieg er maar een beetje rondomheen hoor, jongens. Het is ook de allereerste keer dat ik het zie. Maar even zien, er zit hier volgens mij geen poort. En je moet echt via natuurlijk deze brug naar binnen komen om zo bij het paleis te komen. Maar ja, de deuren zitten dicht. Dus hoe moeten we daar binnenkomen? Oh, dit is wel leuk. Het balkon met allemaal gras erop. Wauw! En wat is dit? Is het een hoorn? Wow, shit. Moet je kijken, dit is ook wel vet. Ze hebben gewoon een hoorn. Stel, er gebeurt wat. Er is een royale aankondiging. Dan moeten ze allemaal hier naartoe komen. Dan kan het verteld worden. En ja, je kan hier natuurlijk dan ook gewoon oplopen. Kijk, wauw. Gewoon op de armen die de horens dragen. Wauw, moet je kijken. Even in het dorpje rondlopen hoor, want anders wordt het misschien wel dat we een beetje te veel skippen. Maar hier zullen de huizen denk ik ook niet ingericht zijn. Ja, kijk, de deuren zitten dicht. Ik heb trouwens de Kingdom Texture Pack aan hoor. En het lijkt een beetje, maar dat komt gewoon omdat hij zo druk is en volgebouwd. Kijk even snel hoeveel FPS ik heb. Holy shit, ik heb nog net 55 FPS. Dat is best wel insane. Maar zoals je ziet, dit is zeg maar het centrum van de map. Het is heel mooi. Je gaat hier zelfs een trap van beneden. Dit deel kan je zo de trap omhoog. Wauw. Kom je hier in dit punt. En dan zit hier ook weer een poort om echt het paleis te betreden. Maar ja, natuurlijk zit deze ook weer dicht. Of ja, hier zit gewoon niks achtergebouwd. Zo hé. Zij durven. Het is allemaal gewoon
Het is allemaal gewoon een leugen. Ja, oké. Nou, deze brug hebben we dan ook weer. Dan komen we hier weer bij de border uit. En dan zie je weer een punt met een boompie erop. Ja, overal op het eiland zie je natuurlijk gewoon deze spikes met kleine handelstukjes. Dit, jongens, die bogen, die zien er indrukwekkend uit met dat witte steen. Er is gewoon quartz gebruikt met ijzer en dan die andere quartz. Geen boomblocks, maar ja, die zijn wat geler van texture natuurlijk. Dus dat kan je dan ook wel zien. Waar kwam trouwens die schuine pilaar naar binnen? Want volgens mij steekt die heel mooi uit. Kijk, dit zijn dan de zijkanten, maar hier, volgens mij dit stuk. Ja, kijk. Hier hebben we ook weer zo'n waterbol. En dit ziet er wel wat? Wat is dit voor logo, man? Misschien van de bouwer zelf wel. Maar hier, jongens, moet je kijken, man. Kunnen we dit op Kingdom nabouwen? Ik durf te wedden van niet. Maar heeft hij ook gewoon of aan de zijkant heeft hij gewoon... En niet trouwens in... het is gewoon aan één kant gebouwd, zeg maar, die steunpilaatjes. Maar dit patroon... Ja, dit doet me een beetje denken van dingen die ik in Venderen heb gezien. Dat is dan ook weer een beetje dat Aziatische sfeertje met die boogjes. Maar dit, jongens, ja, komt het uiteindelijk ook weer hierin. Nou, en dan uiteindelijk dan zou dit de achterkant van het eiland moeten zijn. Dan gaan we ook even kijken. Wat hebben we hier? We hebben hier een soort van... What the fuck is dit, zeg? Oké, we komen hier. We komen bij dit punt aan. Dan zie je al een soort van entree vanuit hier. Dit doet me een beetje denken aan Stormwind trouwens. Dat je zo binnenloopt, dan moet je trapjes op. Wauw. Zo. En dan kom je door deze gigantische megapoort van alleen al hout, jongens. Dat is al wel aardig wat. Als je dat van hout kan maken, dan moet je natuurlijk realistisch denken. Maar holy shit, we volgen even het pad. We gaan wat sneller er doorheen, want... Ah, weet je, eigenlijk wil ik wel graag gaan genieten van deze natuur. Zo, dat je hier rondloopt. Moet je even denken, hè? Je loopt hier rond zo. Wauw, een heel avontuur ligt hier voor ons. Dit is gewoon een nieuwe realm in de wereld van de Fenrins. Dit is de spiritwereld. Hey. En hier ligt al een klein boontje, dat is wel geniaal. En die kwam hier tussendoor. Kan dat? Ja, dat zou vast wel kunnen. En dan kom je hier op de open zee. Oh, we hebben hier ook nog wat. Oh, dat heb ik nog niet gezien. Wat is dit? Hier steken allemaal bollen uit. Dit lijkt een soort van spiespunt. Zie je dat? Dit is dan de haak. En dit is dan een soort van pijl die erin geschoten is. Holy shit. Holy shit, wat is dit voor god? Wow. Moet je kijken. Oh, wow, 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 wow. Oh, allemaal boten die... Kijk, dat beest is hier ingekomen, denk ik. Kunnen we hem goed laten zien? Hallo? Wow. Wat is dit? Het lijkt op een koe of zo. Hij heeft allemaal bouwwerken tegen zich aan. Of wordt hier gewoon een standbeeld gebouwd? Maar, holy shit. Dit is wel sick, man. Woe! Oké, hey, jongens, we komen hier aan met ons bootje. Welkom op het nieuwe eiland. Oké, we lopen even door. Zo, het is hier toch rustig, zeg. Ja, ik weet niet... Volgens mij zijn ze gewoon allemaal lekker naar de kantine gegaan. Iedereen had volgens mij honger. Ja, maar het is wel lekker fleurig hier trouwens. De zonnetje schijnt, de lucht is blauw. Teletubbies. What the fuck? Wauw, dit standbeeld, jongens. Hij heeft ook gewoon... Wat is dit? Zijn hand wordt nog geplaatst, zoals je kan zien. Moet je kijken, ze hebben hier gewoon een kraan op zijn arm neergezet. Zodat ze de hand nog kunnen monteren. Dat is wel echt vakmanschap, hoor, jongens. Holy shit. En natuurlijk zijn spies. Wauw, ik wou dat ik dit kon, man. Dit is echt gekke werk. En dan heeft hij nog een soort van sjaal of zo. Of wat is dit? Er komt een soort van vaandel uit zijn horen gestoken. Ja. Makes fucking sense, oké. Oh, maar dit is vet. Het fantasy aspect wat hier in deze map zit is zo goed. Want dat doet me echt weer denken aan MMO's en zo. Dat is echt wel insane. En wat is dit voor gebouw dan? Ik denk ook een soort van... Ja, het is weer niet ingericht, maar dit is een soort van lighthouse of zo, lijkt het wel. Denk ik. Ja, voordat ik weer rare dingen ga zeggen. Maar dit is wel erg wel vet. Dan heb je hier een soort van irrigatiesysteem voor alle bloemetjes hier. Over kijk, het water stroomt hier dan naar beneden. Ja hoor. Ja, realistisch geplaatst. En ook eventjes, tadaa. Ja, de cobwebs, die maken het af, hè jongens. Dat zijn de details. Wat zijn dit? Hebben ze hier gewoon pistolen neergezet? Ze hebben hier gewoon fucking guns staan op het eiland. Wat? Oké, ik dacht dat iedereen hier vreedzaam was. Dit was toch een utopia? Nee, er staan hier gewoon hier nog een kanon.
Ja, fuck it jongens, we moeten toch alle kanten kunnen beschermen. Dan hebben we toch gewoon kanonnen nodig. Oh, dit is wel vet. Oh, deze bruggen jongen. Überhaupt deze landscape. Kijk, ik wil hier eens overheen lopen. Kijk hoe dat is. Zo, we gaan hier. Dan staan we hier en dan gaan we over deze brug heen. Want zo bouw ik graag ook bruggen, maar dit is wel echt wel... Oh, wauw. Zo, hé. Moet je kijken, wat een symbolen. Hé, dit loopt helemaal naar boven. Dit doet me denken aan de touwbrug. Wat is dit? Dit is, lijkt wel een soort van slakkenhuis of zo. Maar hij komt hier op dit eiland uit. En dan heb je hier een soort van shrine of zo, lijkt het wel. Holy shit. Dit is echt insane. Hoe lang zou die hierover hebben gedaan, denk je? Ik denk dat je echt wel jaren hiermee bezig bent als je zo'n eiland wil neerzetten. Details overal. Behalve inrichting dan. Maar ja, dat maakt ook helemaal niet uit. Wat is dit? Dit lijkt ook wel een soort van Taurus. Dit is volgens mij ook een lighthouse. Of niet? Oh, hier. Een boot. Holy shit. Deze is wel sick. Deze wil ik eens eraan. Natuurlijk niet. Oh, wauw. Dit doet me wel een beetje denken aan een Aziatisch schip. Hier, je ziet gewoon het spoor. Hij komt uit... Of hij lag hier. Hij vaart hier weg. Zo. Hier, kijk, ook weer details voor in kaders, jongens. Voor als je het nog wil weten of wil maken. Hier vertrekt de boot. Hij gaat er vandoor. Oké, en als het goed is, komen we dan zo weer bij de muur uit. Ja, hier zie je hem alweer. Ja. En dit gebergte met die torens erin. Een beetje van die luchttempel aspecten zie je hier ook weer in terugverwerkt. Wat is eigenlijk het... Je kan volgens mij hier de berg op? Of lijkt dat nou zo? Nee. Het lijkt zo. Je hebt wel veel torens en dan zit hier weer een shrine. Holy shit. Dit is wel echt één vette map. Moet je kijken. Ja, hier is die poort. Volgens mij hebben we nog één deel niet gezien. Dat is hier. Ja, dit ding. In de toren. Dit pad. Het hele... Je hebt een zandpad. Dan kom je hier naar boven. Tussen de bergen door zelfs. Dat had een beetje hetzelfde aspect naar binnen. En dan moet je hier de poort door die dicht zit. En dan kom je in dit geweldige grote paradijs uit. Zo, hier zit dan een deurtje. Ah, het is alweer... Het is allemaal een illusie, jongens. Het is allemaal fake. Het is allemaal fake pranked. Maar holy shit, ook hier. Oh, dit is wel sick. Even zien. Oh, hier weer een kanon. Ja, jongens, we moeten ons toch kunnen verdedigen met pistolen. Want anders komt niet goed. Wauw. En hier? Ja, allemaal van die kleine haventjes natuurlijk weer. Het water stroomt allemaal naar dit eiland toe. En hebben we hier nog iets in de zee liggen? Ja, het zijn allemaal gezonken schepen die natuurlijk dit eiland proberen aan te vallen. Ja. Welkom in het Utopia. Met genoeg landbouw in patronen. Alles is in balans hier. En uiteindelijk kom je hier aan en dan zie je die horns. En dan heb je natuurlijk gewoon het toppunt hier. Wauw. Kijk. Ik ga hier gewoon op staan. Jongens, ik denk dat dit het wel weer was voor deze aflevering. Vonden jullie het leuk? Laat het natuurlijk even weten. Laat natuurlijk jouw mening hier ook even over geven. Wat voor cijfer je het zou geven van 1 tot en met 10. En ja, ik geef deze map sowieso een 9 van de 10. Want ja, inrichting is niet gedaan. Maar voor de rest, het ziet er van de buitenkant ziet er heel goed uit. Denk ik. Yes. Hey, jongens, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer in de volgende week. En ja, doe even een duimpje omhoog als je het niet gedaan hebt. En zie ik jullie graag in de volgende aflevering. Dus ciao ciao, doei.